mensen, tof ik kijk deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy 1999. Met vandaag weer de Westpraat na aflevering over de wedstrijd van gisteravond. De wedstrijd Feyenoord tegen Heerenveen. Zoals jullie ook aan de titel kunnen zien. Ik vond Feyenoord sterk spelen. Het is 0-0 geëindigd voor de mensen die het niet gezien hebben. Of niet het nieuws in de gaten gehouden hebben. 0-0 tegen Heerenveen. Maar ik moet zeggen, ik vond een sterke wedstrijd. Feyenoord was erg goed bezig. Maar de keeper Noppert van Heerenveen was ook wel heel goed in het doel. Dat is voor ons een nadeel geweest. Er zijn kansen geweest van Szymanski, een mooie kans. Van een nieuwe man, Gimenez, die mocht spelen. Mexicaan. Maar helaas, Danilo was niet zo'n goede wedstrijd van hem. Dat is een iets mindere wedstrijd. Hopen dat het natuurlijk beter wordt. Maar ja, we hebben dus 0-0 gespeeld. Ik zei het al, sterk gespeeld, dat zeker. Volgende week tegen RKC. Uit. Moet kunnen. Moet gewonnen kunnen worden. En verder. Ja, qua beste man. Ik vond het ook jammer dat Toornstra. Ja, Toornstra. Die moet gewoon vaak opgesteld worden. Ik ben gewoon fan van Toornstra. Maar Arne Slot kiest voor de jongere spelers. Nu Szymanski, Ausnus. Wie stond er allemaal op middenveld? Szymanski, Ausnus. En dan weet ik even die laatste kwijt. In ieder geval Koktjes het ook op de bank. Dus die weet niet waarom die op de bank zat. Misschien was die nog lichtelijk geblesseerd. Ik heb geen idee. Kan er wel in. Ik ben trouwens heel sloom. Maar het is gewoon dat het heel erg warm is. Ik heb ook dit shirt aan. Nou, je weet, dit shirt zit heel warm. Karstof. Dus ik zweep me eigenlijk echt het schompers. Het is echt heel erg warm. Maar er komt gewoon een Westpraat naaflevering over. Ook al is het snik heet. Gaan we gewoon weer een Westpraat naaflevering opnemen. Zoals nu. Over wedstrijd van gisteren. Ik zei het al. Die iets minder was. Maar wel sterk gespeeld. Hoop op volgende week wel een goede wedstrijd. Nou, wie ik dus de beste speler vond op het veld, was toch wel die nieuwe Szymanski. Hij heeft zich echt wel laten zien. En ik hoop gewoon dat hij echt nog meer laat zien. En dat hij echt gewoon een van uitgroeit tot de beste spelers van Feyenoord. We gaan het zien als dat gaat gebeuren. Ben ik super trots. En voor de rest heb ik eigenlijk niks te melden. Ja, deze week ga ik verder met de opnames voor de Westrude afleveringen. Of afleveringen. Voor de eerste Westrude aflevering op 1 september komt hij weer. Dus dan gaan jullie weer meemaken. De ene helft is opgenomen. Nu nog een andere deel opnemen van die aflevering. Dan is die aflevering klaar. En dan kun je weer gaan genieten van Westrude. En nu maar weer even genieten van het mooie weer. Niet alleen jullie, maar ik ook. Ook heb ik zwembad nu wel afgebroken al. Want volgende week wordt het slecht weer. Dus zwembad is afgebroken. Water eruit. Uit elkaar halen. Schoonmaken. En weer de kist leggen voor volgend jaar. Ik heb nog een weekje vakantie. Ik ga er nog zeker van genieten. En ik hoop jullie het ook doen. Genieten van jullie vakantie als jullie nog vakantie hebben. Dus ik zeg bedankt voor het kijken naar deze video. Druk op duimpje omhoog gedaan. En zeg ik zo'n tijd zoals nu. Later. Doei doei.